Dus Hankamp, je was de gevierde man van het tweede deel van de vorige competitie. En nu zit je weer in de lappenmand. Hoe vervelend is dat? Ja, heel vervelend. Dat is natuurlijk nogmaals niet hoe je wil beginnen. En het was gewoon een vervelend moment tijdens de oefenwedstrijd. Maar ja, ik hoop snel daar bovenop te zijn. Belangrijk is natuurlijk om te weten hoe ver je nu bent. Is moeilijk te zeggen, omdat er is niet echt iets kapot. Gelukkig. Alleen, er zit gewoon vocht in mijn knie. Dus voordat ik weer echt kan beginnen, moet het vocht eruit zijn. En dat duurt nog even? Ja, het ligt daaraan. Dat is moeilijk te zeggen dus. Het kan over 2 weken zijn, het kan over 6 weken zijn. Ja, ik weet het niet. Kijk eens terug op die tweede helft van de vorige competitie. Ja, ik kwam weer terug in het team. En de eerste wedstrijd was tegen RKC dat ik een paar minuten mocht spelen. Vervolgens mocht ik een helft invallen tegen Volendam, maakte ik mijn eerste doelpunt. En vanuit daar heb ik eigenlijk bijna alles gespeeld, ook 90 minuten. En steeds mijn doelpunten kunnen meepakken. En belangrijk kunnen zijn voor het team en punten binnen te halen. Er was een hele reeks waarin je na elke wedstrijd kon zeggen van hey, ik heb weer gescoord. Ja, klopt. Ja, dat is een mooi gevoel natuurlijk. Goed, kijken even naar de komende competitie. Ik ben de komende weken nog uitgeschakeld. Maar dan? Ja, dan weer spelen en hopelijk kan ik gewoon weer mijn doelpunten maken. Maar kijk eens naar die competitie, wat verwacht je ervan? Van ons? Ja, dat we gewoon stabiel gaan presteren en erin blijven. Er zijn nogal wat spelers weggegaan, er zijn ook heel veel spelers nieuw bijgekomen. Hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat er heel veel kwaliteit is bijgekomen en het zijn ook nieuwe jongens en die moeten natuurlijk ook weer wennen, want die komen overal een beetje vandaan. Dus dat is weer wennen, maar ik denk dat ze heel veel kwaliteit met zich meebrengen, dus ik hoop dat het alleen maar beter wordt. Verbaast jou het feit dat er vanmiddag zoveel publiek hier over de tribune zat bij de spelerspresentatie? Ja, het verbaast me niet, want ja, dat is Heracles natuurlijk. Maar het is wel vet om te zien dat je aankomt en dat je niet voor 10 man een open dag doet. Is dat nou dat warme gevoel waar we het altijd over hebben? Ja, dat denk ik wel uiteindelijk. Dat je binnenkomt en dat je gepresenteerd wordt, dat je zo een onthaal krijgt. Dat denk ik wel, joh. Nou is er kort geleden nog weer een spits bijgekomen. Dat betekent dus, als je straks weer helemaal fit bent, dat je moet duelleren met die man. Ja, klopt. Ja, nee, ja, het was nodig dat er een nieuwe spits bij kwam. En, Wat je zegt, ik ben er nu de eerste paar wedstrijden niet bij. Ja, dan moet er toch iemand bij zijn. Dus ja. Ik wens jou heel veel succes met je revalidatie. En heel veel succes als je straks weer in het team staat. In deze fantastische competitie bij deze fantastische club. Dankjewel, het komt helemaal goed. Oké, dankjewel. Bedankt hè. Yes.